Fans komen naar buiten van PSV en applaudisseren voor de erehaag van de spelers van Fortuna. Mooie geste, mooi gebaar bij de aanvoerders die elkaar daar vinden in een knuffel. Pinto en De Jong. Natuurlijk steeds strong Kai. Vorige week viel Kai Sierhuis uit met een wederom zware knieblessure. Hier zit hij. En dat doet hem zichtbaar goed. De steunbetuigingen van zijn ploeggenoten. Nauro op de weg. Lonwijk. Terug Pinto. Aan de 16 ingeslingerd. De Jong komt weg. En een overtreding van Saibari. Het slachtoffer is Roger. En die doet dat in de korte hoek. En stijlvol naar die hoek. Joel de Rommel. Mooi gekiept. Pettersson nu met de corner. Pinto brengt in. Silvas achterwaarts gekopt en weer moet Drommel aan de bak. Dijks. Met ferme passen. Pettersson. Córdoba omvergelopen en waarvan de Kerkhof hiervoor in vrij veel contact ook meteen een overtreding zag, laat hij dit lopen. Hij was aangeloot om gewoon omver. Maar dit is de uitleg van de Kerkhof. Hij valt te makkelijk. Deze. Nee, ja, wel goed voor Lozano. En dan wordt hij verdedigd door Silvas. Die voorkomt de treffer van PSV. Als Dijkstra mistast en dan de kans er is voor Lozano. De Jong de bal voor het binnenlopen heeft. Maar Silvas liep er nog tussen. Schouten. Til raakt even de controle over de bal kwijt. Pettersson. Pinto. Door op Lonwijk. Krijgt hem, ja, niet bij Da Cruz. Maar omdat Romaglio wegleidt. Want de spits is nog bijna te pakken ook. Pettersson. Achterin Lonwijk probeert erbij te komen. Mauro krijgt hem weg. Roger. Krijgt terug van Pinto. Da Cruz. Voet. Pettersson. Córdoba. Langs een aantal van PSV, maar ook langs een aantal van Fortuna. Met het wegglijden van Romaglio. Bijna nog Da Cruz. Lozano. Stilman terug. Lozano was de bedoeling. Roger zit daartussen. Lonwijk en deze bal is te onderscheppen door Boskagli, maar die verslikt ze dan in Pettersson. Die kan meters maken. Pettersson kijkt naar rechts, weet dat Córdoba er ook is en geeft die bal aan Córdoba. Córdoba maakt het af en maakt 1-0 voor Fortuna. Mooie uitbraak van Fortuna Sittard. De snelheid van Christopher Pettersson. En ook hier bij het juichen is Kai Sierhuis betrokken. Wordt hij erbij betrokken. Hier gaat het mis bij Boskagli. Verslikt zich in Pettersson, probeert hem nog te achterhalen. Dan is Córdoba al vertrokken. Heeft Pettersson dat al lang en breed gezien. En heeft er een mooie brede paas in huis dan op Córdoba. Die er 1-0 van maakt voor Fortuna. Pinto. Bal schiet door Córdoba en dat is een redding van Drommel, maar wel, ja, recht in de voeten van Voet. En dan schuift Pettersson die bal over. Dit is Córdoba. Dan heeft hij hem wel, maar duwt hem recht terug het veld in. Dus was de kans voor Voet in eerste instantie en daarna voor Pettersson. Tilman laat het over aan Mauro De Jong. Wow, Koopmans.
Nou, mooie redding. De kans voor Luc de Jong om zijn 28e te maken. Lozano. Til. De Jong. Ah, weer Koopman. Twee belangrijke reddingen van Luc Koopmans. Twee dotten van kansen van Luc de Jong. Bakayoko. Tillman. Goeie bal, buitenspel, Til, daar gaat hij neer. De bal is nog bespeelbaar en dan is hij van Koopmans. Til wint zich op, want vond dat dit toch een strafschop was. En dan is dit voet die wel het lichamelijke contact zoekt. Corner Veerman. Achterin komt De Jong en dan wordt daar in eerste instantie redding geboden. In tweede instantie ook nog eens een keer. Tillman terug naar Veerman. Dat is te kort. Van Aanholt. Veerman. Veerman. Tillman. Daar Til. Maar de bal net aan hem voorbij. Hier net niet Til. Dijks. Terugleggen. Lonwijk. Schouten kopt. Peterson komt daar nog bij. Peterson. Dat was spectaculair geweest. Veerman, daar Schouten! En dan is het 1-1. En is het in ieder geval gelukt om ook in wedstrijd nummer 33 het doelpunt te maken. Daarmee is PSV de allereerste in de historie van de Eredivisie die dat voor elkaar krijgt. Het is niet echt een doelpuntenmachine, die Schouten, maar zo links en rechts pikt hij zijn goaltje mee. De Jong komt weg. Silvas en daar nog een redelijk grote kans voor Griffith. En dan is de wedstrijd ook voorbij. En blijft dat record, dat Eredivisie record in handen van Ajax. Want hij komt met zijn ploeg niet naar die 93 punten. Buis pakt in zijn laatste thuiswedstrijd dit seizoen van Fortuna Sittard nog een punt. En Luc de Jong weer niet gescoord. Dat lukte hem vorige week niet. Dat lukte hem vandaag ook niet.